Oké, we gaan nu wat van de portlets bekijken die beschikbaar zijn in Live3. En daar gaan we in sneltreinvaart doorheen. Een aantal van die portlets die worden verder uitgelegd in dezezelfde wiki onder het thema werken met de tools. Goed, dan gaan we naar beheer. Toepassing toevoegen. En dan beginnen we met community portlets. De meest interessante hier, dat is mijn communities. Dat laat je een overzicht, geef je een overzicht van alle communities waar je lid van bent. En je kunt daar ook toetreden tot beschikbare communities. En als het gaat om een besloten community, kun je daar een aanvraag doen als gebruiker. Dus dat is onderdeel van het inrichten van de toegang tot de community. Wat is verder nog interessant? Uitnodiging. Ja, handig om neer te zetten voor leden die mensen die ze kennen van buiten de community opmerkzaam willen maken op deze community, zodat ze komen kijken. Bedoeld om nieuwe leden binnen te krijgen. Contentbeheer, natuurlijk heel belangrijk. Afbeeldingenbibliotheek. Toevoegen en overzicht laten zien van plaatjes. Wat is nog meer interessant? Een documentenbibliotheek. Ja, hetzelfde met betrekking tot documenten. Navigatie. Daarmee kun je, wanneer je een pagina hebt met subpagina's, kun je daar aan de linkerkantlijn bijvoorbeeld de navigatiemenu van maken. Kan handig zijn voor de gebruikers om in de gaten te houden waar ze precies zitten. Webcontent tonen, ja, ook een veelgebruikte portlet. Daarmee kan je gewoon tekst, zeg maar, op je pagina neerzetten. Deze portlet is zowel bedoeld voor het invoeren als voor het tonen gewoon van vrij platte tekst, hoewel je er ook allerlei links en filmpjes en zo in op kan nemen. Onder entertainment zit niks interessants. Financiën ook niet. Godsdienst, de achtergrond van Live3. Google, ja. Hulpmiddelen, ja, daar zitten weer een paar relevante portlets. Het aanmeldportlet, handig om neer te zetten als je wil dat mensen kunnen toetreden tot je community. Ze kunnen daar aanmelden, maar als ze nog geen account hebben, is daar ook een optie om een account aan te maken. Taal, ja. Zoals je wellicht hebt gezien, zijn wij in deze site tweetalig. Dat vlaggetje hier, Nederlands en Engels, dat is in feite gedaan met deze portlet en die kun je ook als een losse portlet op je pagina neerzetten. Webform, handig als je gebruikers iets wil laten vragen. Je kunt dat door laten linken naar een mailadres of naar een onderliggende database. Ja, en een zoekfunctie natuurlijk ook altijd handig. Niet gedefinieerd. Ja, dat is ook niet relevant. Nieuws. Ja, aankondiging. Een nieuwsportlet is dat. RSS. Daarmee kun je zeg maar RSS-feeds van buiten kun je hier aggregeren. En buiten, dat moet je ook opvatten als van alles buiten de pagina waarop deze staat. Dus je kunt ook naar binnen deze community, vanuit andere communities, hier naartoe RSS-feeds opnemen. Samenwerking, agenda-functionaliteit, ja, blog, zeer belangrijk natuurlijk. Blog-aggregator, blogverzamelaar, waarmee je blogs over communities heen kan verzamelen. Maar je kunt het ook zodanig instellen dat je door middel van scope de scope beperkt tot de huidige community. Forums, ja, welbekende discussiefora. Recente bloggers geeft een overzicht van de meest recente bloggers, zoals het zegt, en vandaar kun je dan doorlinken naar hun blogs.
Wiki. Nou, daarin is deze cursus bijvoorbeeld gemaakt om samen aan documenten te werken en die ook te laten zien. Sociaal. Mijn activiteiten. Iets voor op je MyPlace bijvoorbeeld. Net zoals Twitter. En verzoeken. En dat zijn feitelijk verzoeken om iemand toe te laten als vriend. Dus dat is ja, Hives-achtige functionaliteit die je op MyPlace gebruikt. Social help slaan we even over. Ten Competence, dat zijn de tools die in Ten Competence zijn ontwikkeld. Vooral interessant waar het gaat om competentieassessment, oriëntatie en als een soort van inleiding op de leeractiviteiten. Voorbeeld, ja, relevant iframe. Als je een andere website wil opnemen, maar je wil niet uit je community springen, dan kun je die andere website kun je laten zien in een iframe en dan spring je niet weg. Erg handig. De wereld van Liferay. Ja, hier staat vooral functionaliteit die op MyPlace gebruikt. Hives-achtige, Facebook-achtige functionaliteit. Friends. Overzicht van Friends Activities. Meetups. Leden. Wie zijn er allemaal lid van de community? Staat vaak op de voorpagina van de community. Activiteiten van leden om in één oogopslag te zien wie heeft wat de afgelopen tijd gedaan. En een wall. Ja, de bekende krabbel, zeg maar, hè, waar je kan krabbelen op elkaars muur. Dat was het heel in het kort.